De vorige smarttest heb ik een vraag gesteld voor de wat oudere mensen die nog de voorloper van de cd hebben gekend. De vraag was namelijk, hoeveel groeven bevinden zich op zo'n ouderwetse langspeelplaat, ook wel LP genoemd? Het antwoord, dat hoort u zo in smarttest. Ja, en het juiste antwoord, dat is 2. Aan iedere kant is er namelijk 1 groef. Ja, en het lijkt alsof het er duizenden zijn. Maar in werkelijkheid begint de groef zeg maar helemaal aan de buitenkant van de plaat. En die draait dan helemaal naar het midden van de plaat toe. En dat heb je natuurlijk op de achterkant ook weer. Dus 2, dat was het goede antwoord. Ja, goedenavond en van harte welkom in Smarttest. We hebben een jackpot van €750 en voor de finale komt er nog eens €750 bij. Dat is heel wat, dat is al een lekker bedrag. En deze deelnemers gaan strijden om die jackpot. Patrick Schade is 33 jaar, woont in Meppel en is docent. Hij is hier omdat... Docenten LO meer kunnen dan alleen een koppel. Kijk, en ook een smarttest, Ria Gene, 34 jaar. Komt uit Berkel en Roderijs en is huisvrouw. Zij doet mee omdat... Ik niet meer werk, maar wel graag wil weten of mijn hersens wel nog werken. Laten we het hopen. En voor de tweede keer een smarttest Ilse Brans, 27 jaar, woont in Ravenstein en werkt als lerares Nederlands. En zij is hier omdat... Ik wil bewijzen dat blond niet alles wil zeggen. Kijk, nou laten we hopen dat dat dadelijk weer gaat kloppen. Heel, ja, van harte welkom jullie allemaal. U ook van harte welkom thuis. Het spel kan weer beginnen. In deze eerste ronde krijgen de deelnemers 10 meer keuzevragen en 10 seconden bedenktijd per vraag. Ze moeten proberen zoveel mogelijk secondes te sparen, want dat is hun bedenktijd voor de tweede ronde. En degene met de minste secondes, die valt helaas af. Oké, zijn jullie er klaar voor? Ja. Dan gaan wij beginnen. Concentreer je, hier komt de allereerste vraag. Welke van de volgende steden ligt het meest zuidelijk? Is dat Singapore, Jakarta of Bangkok? En jullie antwoorden. Hey, 1 keer B zegt Ria, Patrick en Ilse zeggen allebei C. Het goede antwoord moet inderdaad B zijn. Jakarta, kijk maar even mee op ons kaartje. En dan zie je dat Bangkok en Singapore liggen op het noordelijk halfrond. Jakarta op het zuidelijk halfrond. Dus geen secondes voor Patrick en Ilse, maar wel voor Ria. 6 heb jij er nu staan. We gaan door met de tweede vraag. Welk van deze apparaten gebruikt bij normaal gebruik op jaarbasis de meeste stroom? Is dat wasmachine, televisie of diepvriezer? Waarom denk jij A, Ria, de wasmachine? Dat moet opwarmen, dus dat zal een hoop stroom gebruiken. Want Patrick en Ilse hebben het antwoord goed. Het is de diepvriezer. Een wasmachine verbruikt per jaar zo'n 230 kilowattuur. Een televisie 140. En een diepvriezer gebruikt per jaar gemiddeld 380 kilowattuur. Dus, secondes nu voor Patrick en voor Ilse. Patrick, je hebt er 7. Ria, je hebt er 6, je blijft staan. En Ilse, jij hebt er 7 nu. De volgende vraag. Wat ontbrandt het makkelijkst? Aardgas, chloroform of kerosine? En er wordt weer razendsnel gedrukt. 2 keer C en 1 keer B. Jullie hebben het... Alle 3 fout. Ja, daar staan jullie even van te kijken. Het goede antwoord moet namelijk zijn aardgas. Want chloroform is helemaal niet brandbaar. Kerosine is alleen brandbaar bij hele hoge temperaturen. Het goede antwoord is aardgas, want het brandt het makkelijkste. Geen secondes. Maar wel weer een nieuwe vraag. Vraag 4. Koos u de garage dus ook? Blijft achterstevoren gelezen hetzelfde. Dit is een anagram, alliteratie of palindroom. Ilse, waarom is het C? Een anagram is een woord met dezelfde letters, maar in een andere volgorde. Ja. En alliteratie heeft iets te maken met rijm. Alliteratie is een medeklinkerrijm. Ja. Dus bijvoorbeeld, zij zat zalig te zingen.
Want je hebt het antwoord namelijk hartstikke goed. Het is C. Palindroom is een woord dat je achterstevoren kan lezen. En dat moet natuurlijk ook wel als lerares, Ilse. Deze vraag, die had je gewoon goed moeten beantwoorden. Dus geen secondes voor Patrick en ook niet voor Ria. Er komen er 7 bij. Bij jou, Ilse, 14 heb je er nu. Oké. Nou, we gaan het even gezellig maken hier in de studio. Patrick, ik hoop dat jij een beetje romantisch bent. Oh, is dat zo? Op zijn tijd, ja. Op zijn tijd wel? Ja. Maar niet al te vaak? Nee, niet al te vaak. Goed, nou, let dan goed op, want ik steek een kaarsje aan. Dat zie je. En het kaarsje, dat heb ik dus hier in het water geplaatst. Nou, als ik dit glas eroverheen zet, wat gebeurt er dan met het waterpeil in het glas? Het waterpeil in het glas daalt, het waterpeil in het glas blijft gelijk, of het waterpeil in het glas stijgt. Wat is het goede antwoord? Hey, alle drie zeggen jullie C. Patrick, jij bent de romantischste van het stel. Waarom is het C? Het zuurstof gaat weg, dus... Ik zal je even uit de brand helpen. Ja, graag. Want lucht bestaat voor 20% uit zuurstof. Nou, en de kaars verbrandt die 20% zuurstof. Er zit daardoor minder lucht hier in dit glas. De krimpende lucht zuigt het water in het glas. En dat gaat gebeuren op het moment dat het kaarsje uit is. Kijk maar. Zie je? Het water komt nu omhoog. Goed. Jullie krijgen er inderdaad secondes bij natuurlijk alle drie. 11 voor Patrick, 13 voor Ria en 22 voor Ilse. Concentreer je weer op de volgende vraag. Wat is het voegwoord in deze zin? Veel mensen houden van patat en de mayonaise vinden zij vaak het lekkerst. Is dat veel en of vaak? Laat maar zien. Wat hebben jullie ervan gemaakt? Alle drie zeggen jullie een B. B is inderdaad het goede antwoord, want en voegt de twee zinsdelen aan elkaar en is daarmee natuurlijk het voegwoord. Secondes komen er weer bij. Bij Patrick, je hebt er nu 19, Ria 20. En Ilse, jij gaat ver aan kop met 31 seconden. Het is spannend tussen Patrick en tussen Ria. En we gaan door met vraag 7. Autorijden, dat doen heel veel mensen van u denk ik ook, hè? De kijkers. Jullie misschien ook wel autorijden. Nou, wat kan je zeggen over de hoogte van het geluid van een auto op het moment dat hij je gepasseerd is? Het geluid klinkt lager, gelijk of hoger? Wat is het antwoord? Ilse, waarom is het A? Ik zou het niet weten. Je hebt gegokt? Ja. Patrick, heb jij ook gegokt? Ja. Dan heb jij fout gegokt en Ilse heeft goed gegokt. Want inderdaad, het is antwoord A. Kijk maar even mee. Op het moment dat de auto je gepasseerd is, beweegt hij zich van je af. De geluidsgolven worden als het ware uitgerekt, waardoor de golflengte lager wordt en de toonhoogte daardoor zakt. Dit wordt ook wel het Doppler-effect genoemd. Goed gedaan, Ilse. Er komen weer secondes bij. 6. En geen voor Ria en voor Patrick. Nog 3 vragen hebben wij op dit moment te gaan. Hoe gaat het bij u thuis allemaal? De volgende vraag is deze. In de tropen kan het gebeuren dat de zon exact boven je hoofd staat. Een paaltje geeft dan geen schaduw. Op welk deel van de aarde komt het precies 1 keer per jaar voor dat de zon loodrecht boven je staat? Is dat op de keerkringen, tussen de keerkringen of op de evenaar? Ria. A. Gokje. Een gokje? Ja. Heb jij heel goed gedaan. Het is een goed gokje. Want op 21 maart en 21 september staat de zon loodrecht boven de evenaar. Op 21 juni en 21 december staat de zon precies loodrecht boven de keerkringen. In de gebieden tussen de keerkringen staat de zon dus 2 keer per jaar loodrecht bovenop je. Dus, alleen maar secondes voor Ria en geen voor Patrick en Ilse. De stand nu, Patrick 19 seconden, Ria 26 en Ilse, jij hebt er 37. Patrick, er moet even gewerkt worden, hè? Ik doe mijn best. Oké. Reizen, dat hebben we allemaal vaak gedaan. Per trein, per vliegtuig, per auto, noem het allemaal maar op. Maar nu de vraag. Met welk vervoersmiddel legt de gemiddelde Nederlander per jaar de meeste kilometers af? Is dat trein, fiets of auto?
Een C'tje weer voor Ria en 2 maal B. C is inderdaad het goede antwoord met de auto. Want per jaar legt de gemiddelde Nederlander bijna 10.000 kilometer af in de auto. En 1000 kilometer per jaar in de trein. En 900 kilometer op de fiets. Dus opnieuw alleen secondes voor Ria. 33 heb je er nu. Je begint al heel dicht bij Ilse te komen. En Patrick, nu moet je die kansen pakken dan. Want anders gaat het niet meer lukken. Wat heeft de grootste omvang? 1 kilo ijs of 1 kilo water? Water, ijs of beide hebben hetzelfde volume? A, B en A. B is opnieuw goed. En voor de 3de maal is het Ria die het goede antwoord heeft gegeven. Patrick, wat jammer. En Ilse, ook jammer. Geen secondes komen erbij. Want water is één van de weinige stoffen die in vaste vorm een groter volume heeft. Want daarom drijft bijvoorbeeld ijs ook op water. We gaan de secondes er weer bij tellen bij Ria. En we gaan natuurlijk naar de eindstand kijken. 19 secondes heeft Patrick gehaald, 40 Ria en 37 Ilse. En dat betekent, Patrick, dat ik helaas van jou afscheid moet nemen. Helaas. Ja, maar je was toch romantisch vandaag? Laat het daar maar op houden. Bedankt dat je er was. Geen dank. En ik wens je een hele goede terugreis ook. Dankjewel. Ja, en met Ria en met Ilse gaan wij door naar de volgende ronde. En wie er dacht dat mannen slimmer waren dan vrouwen, die heeft het mis. Want Ria en Ilse staan hier, klaar voor de 2de ronde. In de 2de ronde gebruiken ze hun aantal secondes uit de 1de ronde als bedenktijd. Maar hebben ze een vraag fout, dan gaan er 5 strafsecondes vanaf. Hebben ze een antwoord goed, dan krijgen ze een punt. We gaan beginnen met de 2de ronde. En bij de allereerste vraag moet er weer gegoocheld worden met woorden en letters. Want de vraag is, welk woord kun je maken met alle letters van het woord krekels? Klerkles, kerkers of lekkers? Ilse heeft snel gedrukt aan de volgende. Ria, allebei zeggen jullie antwoord C. En dat is inderdaad het goede antwoord, want in kerkers ontbreekt de L. En klerkles heeft een letter te veel. Het moet dus wel lekkers zijn. Nou, en dat is lekker voor de punten natuurlijk, want bij beide komt er een punt op het scorebord te staan. Goed gedaan. We gaan door met de 2de vraag. Wat is het totaal aantal ogen op een dobbelsteen? Is dat 21, 24 of 25? Ria, 24 zeg je. Is niet goed. Nee. Het is inderdaad antwoord A, 21. Want alle ogen van een dobbelsteen zijn 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. En dat is samen 21. Dus we gaan weer optellen. Maar bij Ria gaan we 5 strafseconden van haar tijd afhalen. Helaas. Goed, we gaan door met de 3de vraag. Regenpijp staat tot pijp als regen staat tot onweer, sneeuw of neerslag. Hey, allebei zeggen jullie antwoord C en jullie twijfelden. Waarom werd er getwijfeld, Ilse? Ik wist niet zo goed wat ik erbij moest denken, dus ik heb uiteindelijk maar voor neerslag gekozen, want het eindigt op een N. Het eindigt op een N? Het regen eindigt op het N en neerslag begint met een N. Oh, dus je hebt er gewoon zelf maar iets moois van gemaakt. Ja, ik denk, ik moet iets van een uitkomst krijgen. Nou, het is wel bij beide goed, want een regenpijp is een type pijp. En regen is natuurlijk geen type sneeuw of onweer, maar natuurlijk een type neerslag. Jullie krijgen er wel allebei een punt bij. We gaan weer door. Vorig jaar kocht 250.000 mensen een fietsbel. Het jaar daarvoor kochten 50.000 mensen minder een fietsbel. Hoeveel fietsbellen zijn er in 2001 verkocht? 200.000, 250.000 of 300.000? Hey, allebei zeggen jullie A. Dat is fout. Het moet namelijk antwoord B zijn. En ik zal jullie ook precies vertellen waarom. Vorig jaar kochten 250.000 mensen een fietsbel. En dat is dus 250.000.
Dus er gaan bij jullie alle twee 5 strafsecondes van af. Maar goed, we gaan weer eventjes kijken naar een rijtje, want wat hoort niet thuis in het volgende rijtje? Lombok, Java, Pascal of Basic? Denk aan je bedenktijd. Is niet goed. Beiden hebben jullie een verkeerd antwoord gegeven. Het is niet Basic. Het had antwoord B moeten zijn, Lombok. Want Java, Basic en Pascal, dat zijn programmeertalen. En Lombok is dat niet. Ria. Wat vreselijk jammer. Ja. Want er gaan bij jou 5 strafsecondes vanaf. En dat betekent dat je geen bedenktijd meer hebt in deze tweede ronde. En jij, Ilse, hebt er nog maar net 5 over. 3 vragen heb je ook nog eens goed beantwoord. Dus jij gaat in ieder geval door naar de finale. En Ria, helaas moet ik van jou afscheid nemen. Wat vond je nou echt een moeilijke vraag in deze tweede ronde? Die laatste bijvoorbeeld. Nooit gehoord van programmeertalen? Ja, ja, achteraf wel, maar dat denk je niet aan. Nou, je hebt het toch goed gedaan. Je hebt de man in ieder geval verslagen vandaag hier. Ja. En nou, dank je wel in ieder geval dat je er was. Graag gedaan. Ilse, ik zou me vast gaan concentreren op de finale, want daar sta je toch dadelijk echt op de middenstip hier in SmartTest. We zijn toe aan de finale. Er zit €750 in de jackpot en er komt nog eens €750 bij. Ilse, die krijgt van mij 6 vragen. Die moet ze alle 6 goed beantwoorden. Daarvoor krijgt ze 90 seconden bedenktijd. Heeft ze een vraag fout, dan stel ik hem binnen haar bedenktijd opnieuw. En ze mag uiteraard ook passen. En Ilse, als je 5 vragen goed hebt beantwoord en je hebt nog maar 1 vraag over, benut dan je bedenktijd, want je mag nog maar 1 antwoord geven. Ilse, gisteravond kwam je thuis en toen, wat heb je gedaan? Je zei, ik ga vroeg naar bed. Heb je dat ook gedaan? Nee. Ik zeg altijd dat ik vroeg naar bed toe ga en dan ga ik eigenlijk nooit. Dus, maar ik sta toch behoorlijk fris weer hier, volgens mij. Absoluut. Hoe heb je gisteren ervaren? Ja, ik vond het heel leuk. Ik was wel heel zenuwachtig en ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten. Dus dan is het allemaal heel spannend, maar ja. Het viel me mee. Had je vandaag wat minder zenuwen? Ja. Heb je nog dingetjes bestudeerd thuis? Nee. Om het vandaag makkelijker te doen in de finale? Nee. Helemaal ik heb niet. Geen letters kapot geknipt of zo. En lekker thuis gepuzzeld en gedaan? Nee, ook niet. We zien wel wat er komt. Ilse, de finale. Kan ik nog wat voor je doen, behalve de antwoorden geven? Nee, niet echt. Zullen we maar beginnen? Beginnen, ja. Oké. 90 seconden bedenktijd. 6 vragen moet Ilse goed beantwoorden. We gaan beginnen. De tijd gaat nu lopen. Hier komt jouw eerste vraag. Welk land zie je hier? Hongarije? Is niet goed. Welke letter is aan scherven gevallen? De R? Is niet goed. In deze kleurencirkel ontbreekt een deel. Welke kleur zou daar centraal moeten staan? Groen. Is wel goed. Hoeveel driehoeken zie je in deze figuur? Twaalf. Goed. Wat komt er uit deze som? Je mag passen, dat weet ik. Pas. Welke kleur van 5 letters zit verstopt in dit letterraadsel? Denk aan je tijd. Ja, pas. Welk land zie je hier? Zwitserland? Nee. Welke letter is aan scherven gevallen? De P? Nee. Wat komt er uit deze som? €1540. Nee, is niet goed. Welke kleur van 5 letters zit verstopt in het letterraadsel? Ilse. Nee, ik zie het niet. Ilse, wat jammer, wat jammer. Ja, ik zie het echt niet. 2 vragen heb je goed. Ja. Gisteren had je er wat meer goed. Ja, het gaat steeds minder goed. Kom er gezellig bij. Zal ik bij jou komen staan, ja. Want we gaan uiteraard de vragen nog even met jou nakijken. Welk land zie je hier? Het goede land is Slowakije. Ben ik nooit geweest. Nee, dan neem ik het je ook niet kwalijk. Daarom. Oké. De volgende vraag. Welke letter is aan scherven gevallen? Daar had je ook moeite mee.
Ja. Dat is namelijk de F. Ja. Dat zag je al een beetje in het bochtje ook. Ja, nou, ik had, als ik een F had gehad, had ik recht. Had je hem recht getekend? Ah, ja. Oh, oké. Okay. Dus. Nou goed, hier zat er een bochtje in. In deze kleurencirkel ontbreekt een deel. Welke kleur zou daar centraal moeten staan? Dat is inderdaad de kleur groen. Dat had jij ook inderdaad goed geantwoord. Ja. Hoeveel driehoeken zie je in deze figuur? Die had jij uiteindelijk ook goed, namelijk 12. Kijk maar. 2. Dit zijn er nog eens 6. Dit zijn er weer 2. En dit ook weer 2. En bij elkaar zijn het 12 driehoeken. Ja, de som. Ja, je zei gisteren nog tegen me van rekenen, dat is niet echt mijn specialiteit. Nee. Je had het antwoord ook fout. 12 kwadraat is 144. Vermenigen gaat natuurlijk aftrekken. Dus je rekent eerst 4 maal 11 uit. En dat is 44. 144 min 44 is uiteindelijk 100. Ja. Dat is de uitkomst van de som. En de laatste. Welke kleur van 5 letters zit verstopt in dit letterraadsel? Kijk, hier zie je hem. Sepia. Oh, die ken ik niet eens. Die kleur die ken je niet. Nee, sorry. Nou, neem ik je ook niet kwalijk. Okay. Ilse, vond het leuk dat je er vandaag weer was. Je hebt het weer bereikt tot de finale. Je hebt het geweldig goed gedaan. En morgen dan zien we jou uiteraard weer terug hier in Smartest. Als u ook kandidaat wilt zijn van dit programma, dan kan dat. U kunt ons mailen smartest@stokvistv.nl. En uiteraard kunt u ons ook bellen 035-539-5061. Dat is ons telefoonnummer. Goed, dus ik zou zeggen, geef uzelf een keer op als u denkt, hé, ik ben nog slimmer dan Ilse. Dan kan dat. Ja, en tot slot heb ik natuurlijk weer een thuisvraag voor de slimmerikken onder u. En de vraag die luidt als volgt. In een grote kooi bevinden zich een aantal kippen en konijnen. In totaal hebben ze 35 koppen en 94 poten. Ja? Hoeveel kippen en hoeveel konijnen bevinden zich nu in de kooi? En het antwoord, dat hoort u morgen in Smartest. Heel graag, tot dan. Dag.